25 jaar geleden kwam de Bulgaarse Natalia tot geloof in de stad Burgas. Ze was zo enthousiast voor het evangelie dat ze haar goedlopende toeristenwinkel verkocht en zich volledig wijdde aan de verspreiding van het evangelie. Zo kwam ze ook terecht in een Turks Roma-dorp waar de mensen moslim zijn. Al gauw kwamen twee vrouwen daar tot geloof. Een van die vrouwen werd door haar man bedreigd en geslagen omdat ze christen was geworden. 15 jaar lang heeft ze hieronder geleden, maar ook 15 jaar gebeden dat haar man tot geloof zou komen. En na 15 jaar is hij ook christen geworden. Natalia werkt ook in andere dorpen en op deze manier zijn er verschillende huisgemeenten ontstaan. Ik ben Volka van de Beek en ik werk samen met Natalia in deze huisgemeente. Mijn opdracht is toerusten van de mensen op het gebied van bijbelkennis, maar ook op het gebied van gemeenteopbouw. Deelt u dit verlangen? Wilt u dan mijn zendingsmaatje worden?